Ram Ram, u kijkt naar Satyadurs en TV. Vermogen van Guruvayur Tempel is 217 miljoen 600.000 en meer dan 260 kilogram goud. Guruvayur Sri Krishna Tempel in Kerala. De beroemde Guruvayur Sri Krishna Tempel in provincie Kerala heeft op zijn bankrekening 217 miljoen 600.000 en meer dan 260 kilogram goud. Tempelbestuur vertelde dat de tempel 263.637 kilogram goud heeft, waaronder edelstenen, gouden en zilveren munten, 20 miljoen gouden medailles, 6 miljoen kilogram zilver, 5 miljoen zilveren medailles heeft. Het tempelbestuur had eerder om veiligheidsredenen geweigerd details te geven over eigendom van de tempel. De godheid van deze tempel is de heer Guruvayur. Die wordt aanbeden als Bhagwan Krishnaji. In deze tempel is het de gewoonte om dingen die gelijk zijn aan iemands eigen gewicht aan God te offeren. In juni 2019 werd minister-president Narendra Modi ji gewogen met lotusbloemen. Speciale aanbidding werd gedaan met deze bloemen in de tempel. Op de muren van de tempel zijn afbeeldingen gegraveerd van de kindervorm van Sri Krishna ji. Deze tempel zorgt voor eten, drinken voor alle mandirbezoekers. Er komen dagelijks honderdduizenden bezoekers. Ram Ram, graag abonneren, liken en delen.